Alle zorgboerderijovereenkomsten moeten aangemaakt en ingediend worden op het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. De overeenkomst komt pas in aanmerking voor subsidie vanaf de dag waarop zowel de landbouwer als de voorziening de overeenkomst via het e-loket hebben ondertekend. Als u bent aangemeld op het e-loket, kiest u voor de tegel Zorgboerderijen. Als uw bedrijf een vennootschap is, klik dan in het pop-up scherm op de naam van de actieve vennootschap. Klik links in het menu op de knop Overeenkomsten. U komt terecht op een overzicht met alle lopende overeenkomsten. Als u de afgelopen overeenkomsten wilt raadplegen, gebruik dan de filter die bovenaan de lijst staat. Om een nieuwe overeenkomst aan te maken, klikt u bovenaan de lijst op het plusteken. Deze nieuwe overeenkomst krijgt direct een dossiernummer dat begint met de letters OVK. U vindt dit dossiernummer bovenaan in de groene balk terug. De overeenkomst zelf bestaat uit verschillende tabbladen die doorlopen moeten worden. Het eerste tabblad is het tabblad Landbouwer. Dit tabblad bestaat uit de gegevens van het landbouwbedrijf en is automatisch ingevuld. Deze gegevens kan u niet meer wijzigen. Onder de bedrijfsgegevens moet u aangeven wie erin staat voor de begeleiding van de zorgvrager op het bedrijf. De landbouwer zelf of een ander persoon. Bijvoorbeeld de partner van de landbouwer of een medewerker van de voorziening. Als u kiest voor een ander persoon, moet u zelf de gevraagde gegevens van deze persoon invullen. Klik vervolgens rechtsboven of rechtsonder op de knop Bewaren. Onderaan het scherm verschijnt de melding dat de gegevens worden bewaard. Klik nu op het volgende tabblad Voorziening. Hier worden de gegevens van de voorziening vermeld waarmee u een overeenkomst aangaat. U moet de voorziening selecteren waarmee u een overeenkomst wilt afsluiten. Let wel, u kan alleen een voorziening selecteren die zich bij het departement Landbouw en Visserij geregistreerd hebben. Als de voorziening waarmee u wilt samenwerken nog niet geregistreerd is, vraag dan aan uw voorziening om contact op te nemen met het departement Landbouw en Visserij. Er zijn twee mogelijkheden om de voorziening op te zoeken. Ofwel doorloopt u de lijst door op het pijltje te klikken en eventueel de eerste letter te typen van de officiële naam van de voorziening. Ofwel klikt u bovenaan deze kader op geavanceerd zoeken. U krijgt vervolgens een pop-up scherm waarin u één of meerdere kenmerken van de voorziening kan ingeven. U zoekt de voorziening het best op aan de hand van de postcode of de straatnaam. Klik vervolgens op de knop Zoeken. Vervolgens dubbelklikt u op de naam van de voorziening in het resultatenscherm. De gegevens worden automatisch ingevuld. U moet vervolgens een vertegenwoordiger selecteren van de voorziening. Deze medewerker van de voorziening zal nadat u de overeenkomst hebt ingediend, een mail ontvangen met de vraag om de overeenkomst te ondertekenen op het e-loket. Onderaan het tabblad vermeldt u de begeleider van de zorgvrager. Deze persoon volgt het ganse traject van de zorgvrager op. Dit kan dezelfde persoon zijn als de opgegeven vertegenwoordiger of een ander persoon binnen de organisatie. Vul de gegevens van deze persoon in op de voorziene velden. Klik vervolgens op Bewaren. Klik dan op het tabblad Zorgvrager. Hier vult u de gegevens in van de zorgvrager. U duidt aan of het om één persoon gaat of om een groepsopvang. Wanneer het om één persoon gaat, vult u de familie en de voornaam in. Vervolgens de geboortedatum en het geslacht. De velden zonder een blauw sterretje zijn niet verplicht in te vullen. Gaat het om meerdere personen, duidt dan een groepsopvang aan. U kan deze groep een naam geven en aanduiden of het om minderjarige of meerderjarige gaat of om een combinatie van beiden. U mag ook aangeven over hoeveel personen het maximaal gaat. Klik vervolgens op Bewaren. Ga nu naar het tabblad Praktische regelingen. Vul steeds de begindatum van de overeenkomst in.
Deze datum mag niet in het verleden liggen. Een einddatum is enkel verplicht bij een overeenkomst met een CLB. In dat geval moet de einddatum binnen hetzelfde schooljaar vallen. Vervolgens duidt u het geplande aantal dagen aan dat de zorgvrager naar het bedrijf komt. Geef aan wie de verzekering voor de zorgvrager heeft afgesloten. De zorgvrager zelf of de voorziening. De overige velden waar geen blauw sterretje bij staat, zijn niet verplicht om in te vullen. Maar voor een goede verstandhouding raden we wel aan om deze in te vullen. U kan de geplande overlegmomenten en eventuele aandachtspunten noteren. Wij raden u sterk aan om de weekplanning in te vullen, aangezien dit zal overgenomen worden bij de aanwezigheidslijsten die per kwartaal ingediend worden. U kan bij deze weekplanning ofwel één periode per dag aanduiden, bijvoorbeeld van 9 tot 4 uur, ofwel twee periodes per dag, bijvoorbeeld van 9 tot 12 uur en vervolgens van 1 uur tot 5 uur. Naast de weekplanning kan u nog de afgesproken taken noteren per partij. U klikt op het plusteken om per partij een taak te noteren. Klik daarna op de bewaarknop. Indien nodig kan u nog een bijlage toevoegen aan de overeenkomst via het tabblad Bijlagen. Voeg het bestand toe en klik op Bewaren. Klik rechtsboven op de knop Naar indienen. Indien er verplichte gegevens zijn die niet werden ingevuld, dan zal er een rood uitroepteken verschijnen bij het desbetreffende tabblad en een rood kader bij het ontbrekende gegeven. Vul het gegeven aan en klik opnieuw op Bewaren. Herhaal deze stap indien er meerdere gegevens ontbreken. Klik terug op de knop Naar indienen. In het indieningsscherm wordt aangegeven wie van de voorziening een bevestigingsmail zal ontvangen. Vervolgens duidt u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden om een overeenkomst af te sluiten. Klik dan rechtsboven op de knop Indienen. U krijgt via een pop-up scherm de melding dat de overeenkomst werd ingediend en u ontvangt tevens een bevestigingsmail. Klik op OK. U komt automatisch terecht op het overzicht van alle lopende en aangemaakte overeenkomsten.